Bij deze wil ik iedereen een goede morgen toewensen en een hartelijk welkom op deze Pinksterdag, 50 dagen na Pasen. Nou, niet iedereen is na een opwekking of pingpong of een conferentie of wat dan ook. Pingpong had ik ook trouwens niet verwacht, dat publiek hier, maar goed. Er is genoeg te doen dit weekend, zeg maar. Ik ga het niet over deze vogel hebben. Die is sinds kort geloof ik ook weer in Nederland. En ik ga het over een ander ding hebben, over een ander beestje hebben, over mijn eigen, nou, laat ik het zo zeggen. Onze naam gaan we eens een beetje uitleggen. U weet, ik ga het over pietjes hebben. En dan hebben we er misschien iemand een idee waar die dan over hebt. Over? Luizen, inderdaad. Pietjes, die worden ook wel luizen genoemd. En dat jeukt als de neten. En de neten, dat zijn de eieren van een luis. Geloof ik dat ik het zo goed gezegd heb. Ja, en als we het dan over luizen gaan hebben, dan ga ik zo voor eens eventjes vragen, dat doen we het een beetje interactief zoals dat heet, spreekwoorden over luizen. Die zijn er nogal wat, hè? Dus wat dat betreft, over onze naam is nogal wat te vertellen. Een luis in de pels. Een luis in de pels. Ja. En dan heb ik er ook een eentje. Als een luis op een teerton. Was van gehoord? Nooit van gehoord. Ja, ik hoorde het allemaal heel bekend. Ik ga het doen, het is een beetje een onbekende. Nou, dat betekent dat je erg traag bent. Of een luizenleven. Of een leven als een luis op een zeer hoofd. Hè? Ja. De luizenmoeder. Ja, de luizenmoeder, die niet te vergeten. Dat was het hipte populair programma afgelopen seizoen. Ja, een luizenbos. Hè? Dat betekent dat je een goede bos haar hebt. Nou, ik stop nu, want anders ben ik over. Er is zoveel te vertellen over spreekwoorden of gezegdes. Ja, dan gaan we het eens even over de familie van de luis hebben. Een luisteraar. Luisteraars, heb je ook nog? Ja! Een hele kolonie! Oh, ik heb een luisteraar. Ja. Ja, goed. En dan de soorten luizen die je allemaal hebt. Ik ga het mij vandaag beperken tot de bladluizen. En dat is al een enorme orde. Dan heb je de persikluis, katoenluis, noem maar op. Maar goed, dan hebben we het over schildluizen, die hebben een schild eromheen. Domluizen, bloedluizen, hoofdluizen, daar hebben we die pietjes zeg maar voor. Kleerluizen, die in kleren zitten. En dan hebben we. Ja, maar we lachen toch, maar dat zijn echt specifiek, die zitten echt alleen maar daar zo. En dan hebben we nog een luis. Dat die schaamt zich op het plekje. Dat is de schaamluis, hè? Dus, nou, ik geloof dat. Heb je nog de spuugluis? Die heb ik hier zo meegenomen. U moet zo meteen, maar ik ga mijn doep. Die leg ik hier ook neer. Dus als na afloop, kan u er zo meteen maar eens wat studie van maken. U kent het misschien niet zien. Het zit een beetje. Het is net of het kwad is, zeg maar. Dat is een spuugluis. En dit is de buurman, zeg maar, van deze. En de ene zit vol met spuugluis en de andere zit vol met zwarte potenluis. Dus, maar daar ga ik zo meteen eerst eens wat over vertellen. Van, ja, want ze zijn best wel kieskeurig, die luizen. Het is niet zomaar een diertje. Want als ik dan klaar ben met mijn speech, zeg maar, dan zegt u van, verhip. Dan dacht ik, luizen, ik dacht, dat is niks, dat is vullers. Nou, we gaan de afloop zeggen, goh, daar zit toch wel een ontwerper achter van zo'n luis. Maar laten we dan eerst maar zo'n lied zingen. Samen in de naam van Jezus. Uiteindelijk daar zijn wij vanochtend bij elkaar voor gekomen. Thank you.
Ik had het al in mijn tuin. Staat een vlinderstruik. En van de winter heb ik het een keertje over gehad. Ook over een vlinderstruik. Toen liet ik een foto zien, toen was die gesnoeid. Toen zei ik, snoeien is bloeien, snoeien is groeien. Maar het is altijd wat in die tuin. Nu is die 2 meter hoog, die vlinderstruik. En wat heb je nu weer? Zit die vol met luizen. Maar, het is net een dierentuin. U betaalt misschien wel, als u naar Blijdorp gaat of naar Artus, dan betaal je €25 intree om een beetje dieren te zien. He? En we vinden een walvis of een olifant, dat vinden we allemaal meer indruk maken als zo'n kleine luis. Maar als u natuur wil zien, een sortiment of variëteiten natuur, dan moet u gewoon maar eens in uw tuin lopen. Dit stukje, of ik heb het gewoon maar afgeknipt, u kent het wel zien. Hij zit stijf van de luis. Maar het is niet alleen luis wat erin zit. Want hier ziet u iets geels. Die zitten alweer eitjes. En dat zijn de eitjes van een lieve heersbeestje. Ik zag ook al galmuggen. Ik zag al sluipwespen. En ik zag, geloof ik, 2-3 soorten lieve heersbeestjes al in deze strijk. Dus als u beestjes wil zien, hoeft u echt niet naar Artus hoor. Gewoon in de tuin, dus dat ene blaadje, daar zit al een natuur in. Maar andere jaren was het altijd zo. Toen, na afloop moet u maar eens kijken van, hoe wonderlijk, er ligt een loep hier. Kun je gewoon maar eens bestuderen. Het is prachtig om te zien, als je weet hoe het werkt. Maar andere jaren was het altijd zo, om deze tijd, dan zei Ellie, dat is mijn vrouw, van Dirk, er zit wel luis in de vlinderstruik. Nou, je bent tuinder. Dus ik heb een riante vergifkas. Dus andere dag had ik geen luis meer. Hè? Maar goed, hè, we worden duurzaam. En het is ook een beetje mijn beroep om mensen op te leiden in de biologie van beestjes en allemaal dat soort dingen. Dus wij zijn biologisch. En verleden jaar zei Ellie, dus andere jaren was dat zo, pakte ik de spuit. En verleden jaar zei ze, Dirk, er zit wel luis in. Met andere woorden, pak de spuit. Ik zeg, nee, we doen het biologisch. He? Duurzaam. Dat zijn van die mooie toverwoorden tegenwoordig. En dan voegde ik er een christelijk lied aan. Stil maar, wacht maar. Hij wordt schoon. En een kweker tolereert dat niet. Hè? Want deze blaadjes zijn helemaal verwrongeld. Niet mooi meer. Vanwege de luis. Een kweker laat het zover echt niet komen, want dat is high-tech. Zodra die, dat noemen we scouten, een luis gesignaleerd hebt, dan zet hij gelijk al beestjes uit. Want als u een tomaat of een komkommer koopt en er zit een luis op, dan weet ik zeker dat u... Ik wil de bedrijfsleider even spreken. Hè? Want er zit een luis op, alsof je er ziek van wordt, maar we tolereren nul. Nou, maar in de natuur, als je een beetje geduld hebt, nu zit die strak, die hele struik, die zit strak van de luis. Maar over 3 weken is die helemaal schoon. Zonder dat ik er wat aan gedaan heb. Dan hebben alle biologische bestrijders hebben hun werk gedaan. Maar goed, eens kijken, wat een brok natuur. De lieve heersbeestje zit al op mijn hand. En nogmaals, ik heb zeker 3 soorten op dit stukje gezien. En ik heb willekeurig maar iets gepakt. Goed. We zijn het al. Maar wat het is met de biologie. Als een kweker te werk gaat en hij wil schoon telen. En elke tomaat of komkommer die u koopt. Is gegarandeerd als het in Europa gekweekt is. Daar is geen chemie meer aan te pas gekomen. Die is 100% biologisch. Maar om zo te kunnen werken, moet je weten hoe gedraagt zo'n beest. Dat kan je aanpassen. Nou, dan gaan we eens bij het begin beginnen. Ja, dit wordt een beetje onderwijs. En laten we dan maar eens... Ja, u ziet dat rode puntje wel. Laten we eens in de lente gaan beginnen. Pak een rode willekeur. En dan ziet u eigenlijk hoe wonderlijk zo'n luis is. In de lente, dan ontwaakt alles. De temperatuur gaat omhoog. De dagen worden langer.
En de luizen die zeg maar overwinterd zijn, die gaan jongetjes krijgen. Want er is aanbod. Er is weer, er komt groen. En het grappige is, die luis die is levendbarend. Dus dat betekent dat die jonkies krijgt. En dat jonkie is een vrouwtje. En die korte levensduur van die luis, dan produceert hij 100 jonkies. En al die jonkies zijn na een paar dagen vruchtbaar. Hij hoeft niet te paren, die krijgt die oud, maar het zijn klonen. Exact zoals moeder is, hij krijgt klontjes en die krijgen nou, ook weer 100. Dus elk jong wat geboren wordt, is een vrouwtje. En na een paar dagen gaat hij ook al beginnen met jongen. Dus in no time heb je dus een school of een explosie van luizen. Maar er is aanbod aan voer meer als genoeg. Het wordt lente. Nou, zo gaat dus de... even kijken hoor. Nou, we gaan naar boven. U ziet wel, er zitten veel luizen op. Maar op een gegeven moment zijn er te veel luizen. Dan is het genetisch zo bepaald, als de bevolking te veel wordt op zo'n blad. Wat moet je dan doen? Dan ga je verpesten. Dan worden er gevleugelde luizen geboren. Dat is gewoon genetisch. Als het te vol wordt, dan krijg je gevleugelde. Dat noemen ze aanlaten. En een ongevleugelde luis noem je aapteer. Maar goed, we hebben het over de gevleugelde. Dan gaan ze vliegen. En die luizen, die kunnen wel 1000 kilometer afleggen. Kun je een kleine beetje zien hoor. Leef maar 1000. Die strijkt weer ergens neer. Is ook weer een vrouwtje. Want die komt gewoon uit de kolonie. Maar is geleden bepaald die gaat vliegen. Komt weer neer. Gaat een beetje proeven welke, dat noem je waardplanten, welke struik vindt hij lekker. Vindt hij hem lekker, gaat hij daar gewoon weer, dan gaat dat circus gewoon weer. En deze is toch wel biologisch ook niet, hè? Dan gaat de cyclus op een andere plant, of zomaar 1000 kilometer verder, kan dat ook weer, gaat de cyclus gewoon weer opnieuw beginnen. De zomer krijgen, dan zitten we in de zomer, en dan een ene. Het eind van de zomer, dan neemt het licht af, de temperatuur gaat ietsje naar beneden, het aanbod, hè, want de planten zijn eigenlijk allemaal volgroeid, die bloeien, dus, want ze leven graag van zachte delen, dus het aanbod neemt af, dan worden de mannetjes geboren. Wonderlijk, hè? Dus op de daglengte, de temperatuur, dat zijn factoren die zijn bepaald, dan ene worden de mannetjes geboren. En dan in september, dan begint het leuke leven, dan wordt u seksueel actief, dan gaat u paren, zeg maar. Dan worden er, dan gaan ze vliegen, ook dan wordt er gevlogen, er zijn ook gevlogen. Dan zijn er mannetjes en vrouwtjes. Die gaan, omdat er geen aanbod is, die gaan andere waardplanten zorgen, zoeken. Dit is zeg maar een waardplant, dit is zacht. Maar dan gaat hij naar houtige gewassen, bomen en alles. En die blijven langer in de, daar is meer voeding te halen, dan strijken ze daar neer. En dan worden er op een gegeven moment, die luis, die kan vliegen, die is even harder, die is, de gevleugelde is ook sterker als de ongevleugelde. Dan worden er eitjes gelegd. Die overwinteren en als het dan weer voorjaar wordt, gaat dat hele cyclus weer opnieuw beginnen. Wonderlijk eigenlijk hoe dat de natuur zo gaat, zeg maar. Ik zei het al, het is voor dit is de snuit van een luis. En dat kan je wel zien, het is een soort boor, hè, wat hij doet. En dat noem je een proboscis. Dat is eigenlijk een verlengde snuit. Om dat nou een beetje duidelijk te maken, ik dacht dat noemen ze een schoonheid, toveren tevoorschijn, dat is een aap. Ook met een proboscis. Dat is een verlengde snuit. Een olifant heeft dat in feite ook. He, dat is gewoon een vlinder heeft dat weer anders, die heeft een roltong. Maar allemaal noem je dat een proboscis. Nou, hierop zien we hem, dat is een boor. En daarmee is hij, daar zoekt hij ook, daar voelt hij of daar boort hij mee. Maar u kan wel nagaan, de plaats waar hij komt, dan bepaalt hij het, is het lekker of is het niet lekker. Maar die gevleugelde luizen, die zijn gaan vliegen, die zoeken
dan dit plekje, dan dat plekje, dan dat plekje. Dat betekent dat die boor overal in geweest is, die hebben virussen op kunnen lopen. Daarom is bij luizen, bij tuinders, die zijn er als de dood voor. Want die kunnen virussen overbrengen. Tomaten, bronsvlekkenvirus, komkommervirus. De kweker is ervoor gevreesd. Heb je dat in je tuin? Je kan je tuin voor dat jaar sluiten. Alle planten gaan geheid dood. En dat doet de luis. En dat komt dat die zeg maar op verschillende planten geweest is. Dus dat is alleen de gevleugelde luis is een angst voor een kweker. En nou zien we nog een paar. Deze. Dat noem je sifone. Sifone. En dit haakje, dat is een kouder. Ja, wat is dat? Nou, als die ergens komt, dan voelt die van, ik vind het lekker of ik vind het niet lekker. Dat zijn sensoren. En die zijn zo fijngevoelig, maar die sifonen die zijn ook weer heel nuttig. Want als die plant dan in de, als die luis dan in de top van zo'n plant zit, nou, moet je eerst even vertellen hoe die plant groeit. Er zit zo'n kolonie erop en hij boort zeg maar die sappen, die neemt hij tot zich. Maar omdat die plant in de top bevat niet zoveel eiwitten, daar zitten veel suikers. En hoe meer er geprikt wordt, hoe harder die plant gaat groeien. Dus hoe meer suikers daar getransporteerd worden. En die, maar hij moet, om te groeien, heeft hij eiwitten nodig. Dus hij eet meer als dat hij kan. En die bobbeltjes die je ziet staan, dat zijn in feite gewoon suikers. Daarom zie je bij luizenkolonies altijd mieren. En die mieren die zijn die luizen aan het melken. En die likken dat van die sifonen, dat likken de mieren weer op. Dus dat is gewoon een afvoer van de suikers om die eiwitten tot zich te krijgen om te groeien. Ik stop nu, ik heb er al een half uur over praten. Maar wonderlijk hoe zo'n luis in elkaar zit. Daar heb je geen idee van. En dat zit allemaal in uw eigen tuin. Maak er maar een studie van en zeg van, fantastisch. Daar zit een ontwerper achter. Die is zo groot. En ik zal nog wel eens een keertje, nu heb ik het over de luis. Ik kan dat ook vertellen over de lieve heersbeestje of wat dan ook. Allemaal wonderlijk. Dan gaan we nu naar opwekking. Maar goed, Heer, u komt tot mij. Zal ik volgen in dankgebed? Trouwe Vader in de hemel, aan het begin van deze zondagmorgen, op deze Pinksterdag, mogen we hier in vrijheid bij elkaar komen als eerstelingen, het hoofd in de hemel en wij het lichaam hier op de aarde. Maar die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En toen u met Pinksteren wegging, te zeggen, ik zal u niet als wezen achterlaten. Maar wij mogen weten dat wij altijd in contact met u zijn. En dat wij nooit eenzaam zijn. En al voelen wij ons misschien wel eens alleen, wij zijn het niet. Er is altijd de Vader die naar ons omkijkt. Daar kunnen wij met onze dankzeggingen terecht, met onze vragen. En er zitten hier misschien mensen die hebben het moeilijk, of heel moeilijk. Er zijn mensen die misschien blij zijn en gelukkig. U weet en kent ons, Heer. Wilt u ook zijn met anderen, als u zo meteen het woord gaat verkondigen, wilt u hem de woorden geven en dat we hier met elkaar een goed uur mogen hebben. Zo leggen we deze dienst, Heer, in uw handen. Dank u wel dat u onze Vader bent en dat u voor ons zorgt. Amen. Beste mensen, ik ga het over iets heel anders. We zijn al georiënteerd op de grote schepper, dat zeker.
En we gaan het nu hebben over het woord van die schepper. En wel, ik neem u mee naar een paar hoofdstukken in het Johannes-evangelie. En de titel is voor een aantal van u, misschien wel voor het merendeel, wat raadselachtig. Dat kan ik me zomaar voorstellen. De belofte van de parakleet. Dat is nou niet echt een dagelijks Nederlands woord. Dat we wel wezen. En dat klopt ook, want parakleet, dat is feitelijk een Grieks woord. Of in ieder geval de afleiding daarvan. Ik neem u mee naar Johannes 13 of 14 tot en met 16. De gesprekken die Jezus heeft gevoerd gedurende de laatste avond. Ik heb het dus aanhalingstekens gezet. Ik bedoel de laatste avond voorafgaand aan zijn overlevering. En zijn kruisiging. En die worden heel uitgebreid beschreven, die gesprekken, in het Johannes-evangelie. Op een unieke manier. We hebben ons daar al vaak mee bezig gehouden in de studies in Bodegraven. En daar zijn we trouwens nog steeds mee bezig. En die studies hebben mij eigenlijk ook erg bepaald bij dit onderwerp. En ik vond deze Pinksterdag een mooie aanleiding om daar eens wat over te vertellen. Tijdens die avond, dat de Heer Jezus ook bekend is, het laatste avondmaal dan hield, kondigt hij 4 keer de komst van de parakleet aan. En we, al die keren dat hij dat doet, die gaan we vanmorgen ook bezien. Het woord parakleet, dat is de afleiding van een Grieks woord, namelijk parakletos of parakletos of... Nou ja, ik ben daar niet zo heel erg goed in, maakt niet uit, u weet waar het over gaat. Ik moet erbij zeggen, bekender is de wijze waarop de Statenvertaling, maar ook de NBG-vertaling, de gewone NBG-vertaling, dat weergeven. Die geven dat namelijk weer met trooster. Ik zal u een andere trooster zenden. En dat woord komt dan een viertal keren voor, juist daar in Johannes 14, 15, 16. Datzelfde woord, parakletos, dat komt nog een keer voor en ook in, in de geschriften van Johannes, maar dan in zijn brief. En dan wordt het weer vertaald met voorspraak. Dan staat er van, en indien we gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader in Johannes 2 vers 2. Zo wordt het dan weergegeven. Dat is dus niet erg concordant, niet eensluidend, wat verwarrend is. Ik moet erbij zeggen dat de NBV, waar ik ook wel eens een keertje minder aardige dingen over heb gezegd, die is wel concordant. Die geeft namelijk alle 50 keren weer met, en ik denk dat dat veel beter is, met pleitbezorger. Of de Taylor-vertaling, die doet het ook concordant en die geeft dan 5 keer weer met voorspraak. In ieder geval is dat consequent, zodat je niet één woord op twee manieren verschillende manieren weergeeft. Laat ik u eens eventjes meenemen naar de studiebijbel. Dat is een uitgebreid commentaar op de Bijbel. Daar worden ook commentaren gegeven op de woorden en wat de precieze betekenis daarvan is. Zeer, zeer goed en nuttig en handig om daar eens kennis van te nemen. Maar die zegt daar het volgende over, eventjes de technische details. Het zelfstandig naamwoord, dat is mannelijk, parakletos, betekent pleitbezorger. Aha, dat pleit dus voor de NBV, ja. Of helper. Eventjes wat specifieker, als voltooide vorm van het werkwoord parakaleo. Het betekent wat we heel vaak tegenkomen met, wordt vertaald dan met bemoedigen, aanmoedigen, ook troosten, vermanen, ook heel vaak. Dat is zo lastig. Bij deze gelegenheden heb ik al zo vaak op gewezen hoe belangrijk het is om ook eensluidende vertaalwoorden, concordante woorden te hebben. Want alleen op die manier leer je het woordgebruik van de schrift kennen. Als het op tig manieren wordt weergegeven, dan wordt het een doolhof. Nou, in ieder geval, dat als voltooide vorm van het werk van parakaleo betekent het eigenlijk, het gaat nog steeds dus over de parakletos, erbij of te hulp geroepen. Zelfstandig gebruik is er dan de erbij geroepene. Nou, die heb jij ook vast. De meest letterlijke weergave is de erbij geroepene. Dus voortaan spreek ik over de parakleet of de erbij geroepene. En hoezo? Nou, de persoon
Anders, ik citeer gewoon uit de studiebijbel, de persoon die erbij of te hulp geroepen wordt. Dat is het idee van een erbijgeroepene. Met name gezegd van iemand die een ander voor de rechtbank bijstaat. Vandaar ook dat het weergegeven wordt met een voorspraak. Of advocaat geven ook andere vertalingen het weer. Dat wil zeggen, zijn zaak bepleit, pleit bezorgen. Maar ook meer algemeen een helper of een raadsman. Maar de fundamentele gedachte is iemand die erbij geroepen wordt om te pleiten of je belangen te behartigen, te helpen of je raad te geven. Dat. Maar hou hem vast, de erbij geroepene. Oké, het is even wennen, maar dat is de betekenis van het woord. Nou, en dat is trouwens ook wel grappig dat de studiebijbel daar nog bij geeft. Voor de vrijere vertaling troosten is taalkundig gezien weinig basis. Waarvan akte? Met andere woorden, over trooster spreken we maar niet meer. Hoe bekend dat dan ook is van de trooster. Want het idee bij troosten is altijd van, ja, je hebt verdriet, ja, en dan word je getroost. Maar het idee dat, in, ook als we het straks zullen zien in het Johannesevangelie, is helemaal niet die van, je hebt verdriet en daarom zal die troosten komen. Om je in het verdriet bij te staan of zo. Nee, ik ga heen. De discipelen waren na de opstanding ontzettend blij. En er is iemand gekomen om hen bij te staan, die erbij geroepen werd om hen inderdaad te assisteren. Waarin? Wel, dat gaan we zien. Dus, nou, dat zijn eventjes zo wat aantekeningen als we het hebben over dat woord. Dat moet ik er even bij zeggen, want anders is het niet helder. Goed, dat gezegd hebbend gaan wij naar het eerste voorkomen. Johannes 14. Dus eigenlijk die gesprekken die worden geregistreerd door Johannes, die vinden we in Johannes 13, 14, 15, 16. Allemaal in de opperzaal. Nou ja, niet helemaal waar. Johannes 13 tot en met 15 is in de opperzaal. En dan vervolgens vertrekken ze uit de opperzaal, gaan ze richting Gethsemane. En daar werd Jezus dan overgeleverd. Daar is ook het hoge priesterlijk gebed uitgesproken. Johannes 17. Enfin, Johannes 14. Daar zegt de Heer Jezus dit. U weet, dit is de letterlijke weergave, is die gebaseerd op die woord-voor-woord vertaling. Dus u kunt dat zo dan ook met mij meelezen. En dan zegt de Heer Jezus dit. En ik zal de Vader vragen, dus we vallen midden in de gesprekken die daar zo aan die tafel of in die opzaal plaatsvinden. En dan zegt de Heer Jezus, en ik zal de Vader, God, vragen en hij zal jullie een andere parakletos, parakleet, erbij geroepene geven. Een andere. Met andere woorden, jullie, er is al een bijgeroepene. Een andere, er is al een parakleet, maar dat is een andere. Ik moet erbij zeggen, hier staat het Griekse woord. Sorry dat ik nu even in de details kom. Dat doe ik niet om interessant te doen of omdat ik een expert ben in Grieks, want dat ben ik totaal niet. Maar je hebt namelijk twee woorden voor anders in het Grieks, namelijk, die kennen we. Dat is anders, allos, dat is wat hier staat. En je hebt ook het woordje heteros. Nou, die kent u toch even tegenwoordig wel, hè? Want die wordt, daar word je mee. Nou, ik wou niet zeggen doodgegooid, maar dat scheelt veel. Heteros, dat is ook anders, maar dan echt andersoortig. Bijvoorbeeld, ik heb een andere auto, dan zeg ik, ik heb een andere Ibiza. Ik weet tegenwoordig wat voor auto ik krijg. Maar als ik zeg, ik heb een heteros auto, dan heb ik nu een Rolls Royce. Zover is het nog niet, maar dan heb je echt een heel andersoortige auto. Dan hebt u dus, er is verschil. Ik heb een andere auto en ik heb een heel andersoortige auto. Dus dat verschil, dat subtiele verschil, kun je in het Grieks maken. En hier is dat woordje anders. Ik heb het is een erbijgeroepene. Het is een pleitbezorger dus, of een erbijgeroepene, in een andere hoedanigheid. Hij is anders, namelijk, hoezo anders? Nou, een in geest. Dat kan ik zo wel zeggen, want het staat er namelijk zo bij. Maar even nog het volgende. En die bijgeroepene, die zal... Dat zegt de Heer Jezus dus. Hij zegt, ik zal de Vader vragen en hij zal jullie een andere erbijgeroepene geven om tot in de aion, de eeuw, niet tot in eeuwigheid, dat is niet de gedachte, maar om tot in de aion, dat volgende wereldtijdperk, met jullie te zijn. Ja, eigenlijk komt het erop neer, die geest zal bij jullie zijn, totdat ik er gewoon weer fysiek bij jullie ben. Want hij zegt dan vervolgens, wie die geest is of wie die parakleet is, dat is de geest van de waarheid. Het is de eerste aanduiding
de eerste wijze waarop die parakleet beschreven wordt. Of gedefinieerd wordt, of in ieder geval aangeduid wordt. Wat is die parakleet? Wie is die parakleet? Dat is de geest van de waarheid. Niet, het gaat niet om de waarheid van de geest. Het gaat om de geest van de waarheid. En dat is het meest karakteristieke. Want het blijkt ook, in deze hoofdstukken, als de Heer Jezus over die parakleet heeft, dan noemt hij hem 3 keer zo. Ook in, dat is hier dus, en in hoofdstuk 15, hoofdstuk 16. Iedere keer de geest van de waarheid. Wat denkt u nou dat die geest van de waarheid in het bijzonder dan doet? Als dat zo benadrukt wordt, als die zo wordt benoemd. Ja, die geest, die gaat, die heeft dus iets met waarheid, maar die gaat de waarheid bekendmaken. Meer bekendmaken, jullie ook de waarheid openbaren. De geest van de waarheid. Kennelijk is de waarheid nog niet compleet, daar is die parakleet juist voor nodig. De geest van de waarheid, hij zegt, ja, die de wereld niet kan ontvangen. Dus het is niet zo dat die geest in de hele wereld die ontvangt, integendeel. Nee, de geest van de waarheid die kan de wereld niet ontvangen, maar hij zal bij jullie komen. Je moet zich voorstellen, eventjes om het tijdraam ook even goed in de gaten te houden. Dit is dus uitgesproken in de nacht of in de avond voordat de Heer Jezus gekruisigd werd. Een paar dagen later, 3 dagen later, zou hij opstaan uit de doden. En 50 dagen later zou die parakleet daadwerkelijk ook demonstratief komen. Strikt genomen kwam die geest, maar dat zeg ik om het ingewikkeld te maken. Nou ja, kwam die geest al op de opstandingsdag. U weet nog, op de dag van de opstanding, dat de Heer Jezus dit deed, hè? Ja, zo deed hij dat. Dat staat in Johannes 20. Hij zegt, hij blies op hem op die dag en hij zegt, ontvang mijn geest, Heilige Geest. En 50 dagen later kwam die geest ook demonstratief met stormen, nou ja, een geweldige windvlaag, dat geluid was het. En tongen van vuur en vreemde talen die werden gesproken. Nou, heel demonstratief allemaal. Maar hier werd de geest van de waarheid dus, zeg maar, 3, 54 dagen daarvoor al beloofd. De geest van de waarheid die de wereld niet kan ontvangen, staat er, want zij aanschouwt het niet. Dat wil zeggen, die waarheid niet en die geest van de waarheid niet. En ze kent het niet. Nee. Maar jullie kennen het. Want het blijft bij jullie en het zal in jullie zijn. Let trouwens ook op hoe dat wordt gezegd. Het wordt niet voorwaardelijk, het is een belofte en een voorzegging. Die geest van de waarheid zal komen, het blijft bij jullie en het zal in jullie zijn. Zonder voorwaarden en kleine lettertjes. Nee, dit is een belofte en ik zal je vertellen, het is ook exact zo uitgekomen. Unaniem hebben die discipelen, want tot hen werd gesproken. Let op, ook dat moet je niet vergeten. In de Bijbelstudies in Bodegaarde hebben we dat al vaak opgemerkt. Die hoofdstukken in Johannes gaan specifiek in de eerste plaats en worden gesproken tot de discipelen, die leerlingen die daar in die open zaal waren. En voor hen heeft het ook concreet betekenis gehad in die zin dat het ook daadwerkelijk zo exact ook vervuld is. Dus denk niet bij jullie meteen ook, dat zijn wij ook. Dan mag je er soms, kun je erbij denken, maar dan wordt het een toepassing. De uitleg is, jullie, dat zijn degenen die de Heer hier aansprak. Dat lijkt me nogal duidelijk trouwens, maar ik zeg het er nog maar even bij. Hij zegt, en mijn broer haalde die woorden zojuist in zijn gebed al aan, de Heer Jezus had gezegd, ik zal jullie niet als wezen achterlaten. Ik kom naar jullie toe. Hé, maar dat is eigenaardig. Eerst had hij gezegd, dat is een andere pleitbezorger, een andere parakleet. Maar hij zegt nu, hij zegt zelf, eigenlijk ben ik het zelf. Ik kom naar jullie toe. Ja, en dat betekent gewoon dat de geest van de waarheid niks anders is dan de geest van Christus zelf. Het is ook de geest Gods, want God zou hem zenden. Maar het is ook de geest van Christus. Komt namens Christus en in die geest komt Christus ook mee. Dus ja, dat kan allemaal.
Dus, maar het is opmerkelijk dat de Heer Jezus dat zo zegt. Ik kom weer naar jullie toe, alleen in een andere hoedanigheid. Niet fysiek, fysiek ga ik juist weg. Maar geestelijk kom ik gewoon weer tot jullie terug. Nog even, zegt hij dan, en de wereld die ziet mij niet meer. Nee, dus, ook dat is een voorzegging. Want de Heer Jezus zegt nog even, een korte tijd. Een tijdje, eigenlijk micron. Gewoon een tijdje en de wereld ziet mij niet meer. Moet u nagaan. Dit was de avond dat de Heer Jezus dit zo uitsprak. De volgende dag zou hij worden gekruist en begraven. Dat is het laatste wat de wereld gezien heeft van hem. Ze hebben hem in een graf gelegd. Dat heeft de wereld nog gezien. En daarna, ja, weet je wat ze 3 dagen later zagen? Dat de steen weggewenteld was en dat het graf leeg was. Dat was onmiskenbaar. Vriend en vijand konden dat vaststellen. Het graf was leeg. Dat is ook nooit betwijfeld, hè? Dat is leuk. Nooit is betwijfeld, ook niet door de tegenstander, dat het graf leeg was. Maar het laatste wat ze van hem hebben gezien, is dat hij begraven werd. En vandaar ook dat de Heer zegt, de wereld ziet mij niet meer. Maar jullie zien mij. Dan moet ik het goed zeggen. Jullie zien mij. De wereld niet meer. En dat is ook inderdaad zo gaan. Maar jullie zien mij. Want hoezo? Nou, want ik leef en jullie zullen leven. Het gaat dus over zijn opstanding. En ik sta op uit de doden en ik zal aan jullie verschijnen. En inderdaad, een paar dagen later is hij aan hen verschenen. Trouwens, bij vele gelegenheden gedurende 40 dagen. En hij is verschenen op een gegeven ogenblik zelfs een keer, dat is in Galilea geweest, aan meer dan 500 broeders tegelijk. Zusters niet meegerekend, dat denk ik wel. Ik denk dat het inclusief de zusters was. Zoals ik zeg van, er was zoveel man in de samenkomst, dat is inclusief de vrouwen dus. Ja. Maar goed, jullie zien mij. Hoezo? Want ik leef en jullie zullen leven. Er is dus niet aan publiek aan de wereld verschenen, dat gaat nog komen, dat is toekomstmuziek. Maar toen, bij die gelegenheid, is hij alleen aan hen verschenen en niet aan de wereld. Nou gaan we eventjes een aantal versen skippen, maar we blijven nog even in Johannes 14 en we gaan naar vers 26 zo toe. Nou, eerst even vers 25. Het gaat nou om al die versen waarin die parakleet wordt aangekondigd. En dan zegt de Heer Jezus dit. Deze dingen, en er waren inmiddels natuurlijk nog weer een heleboel andere dingen zo ter sprake gekomen. Deze dingen heb ik tot jullie gesproken, terwijl ik bij jullie verblijf. Maar, en nou is het de tweede keer dat hij de parakleet noemt en aankondigt. Maar de parakleet, de erbij geroepene. En nu hebben we nog een andere aanduiding, de geest der waarheid. Nu komt het ook, de erbij geroepene, de Heilige Geest. Het is niet zomaar geest, nee, het is Heilige Geest, aparte. Ja, dus in de meest bijzondere geest, het is de meest Heilige Geest die je kunt bedenken. Het is Gods Geest zelf. En die de Vader zal zenden in mijn naam. Dat wil zeggen, je leest later ook, dat zullen we straks ook nog zien in hoofdstuk 16. Ik zal hem naar jullie toe zenden. Ja, dus in mijn naam. En de Vader zou dat doen, bij gelegenheid. Dat zou nog, ruim 50 dagen dus duren. Dus een kleine 2 maanden later. Die tijdspanne wordt hier niet genoemd, maar dat weten wij dan achteraf. En dat is zo bijzonder dat juist bij die gelegenheid was op de Pinksterdag. Het was een Joods feest, het was de 50ste dag, het was de dag van de eerstelingschoof. Dat is zo bijzonder, maar dat alles, zoals mijn broer Dirk al vertelde over de bietjes en over de luizen en hoe wonderlijk die zijn, dat verzin je niet. Dat is in de schrift ook zo. Ook de wijze waarop God dat zo al van tevoren, al eeuwen, millennia van tevoren had vastgelegd van met die hoogtijden die God aan het volk Israël gaf. En toen had hij al een heel design al vastgelegd van dan zal dat gebeuren. Dan zal de lam geslacht worden. Dan zal de eersteling schoof opstaan. En dan zullen de eerstelingen worden verzameld. En ik verwijs nu allemaal naar hoogtijden die al eeuwen van tevoren waren
gefixeerd, vastgelegd. Maar goed, dat is nu niet het onderwerp, maar ik wil toch graag gezegd hebben. Ik vind het zo geweldig dat we een God hebben die ja, een ontwerper is, een kunstenaar. En in alles perfect de dingen ook bij een plek toewijst. Terug naar de opperzaal, ja. De erbij geroepene, de parakleet, de Heilige Geest, die de Vader zal zenden in mijn naam, die zal jullie alles onderwijzen. Hier, opnieuw krijgen we iets te zien over de activiteiten. De Geest van de waarheid is al zo'n aanduiding van, oh, hij gaat jullie wat vertellen. Hij gaat jullie op de hoogte stellen van waarheid. Hier zien we dat opnieuw bevestigd en hij zal jullie in alles onderwijzen. Want jullie hebben dan weliswaar, zeg je tegen die leerlingen, al veel van mij gehoord. Maar er is nog zoveel te melden. En er is nog zoveel onderwijs dat daar wacht. En hij zal jullie alles onderwijzen. Onderwijzen. De waarheid vertellen. En vervolgens ook, dat moet ik er ook bij zeggen, zullen jullie alles onderwijzen. En wat zouden de leerlingen ermee doen, die discipelen? Wat stel je voor? Nou ja, we zitten nu inmiddels 20 eeuwen later. En de twee millennia zijn zo'n beetje voorbij. Maar stel je voor dat die discipelen dat alleen maar mondelingen hadden ontvangen en dan daar niks mee hadden gedaan. Die zeggen van ja, maar je hebt toch cassettebandjes? Ja, maar toen nog niet. Het is vastgelegd, het is geboekstaafd, het is zwart op wit gelegd. En dat is het bijzondere, de enorme taak die zij kregen om de schriften inderdaad te schrijven. De Heilige Geest die zou komen en die zal jullie in alles onderwijzen. En zij hebben dat op hun beurt vervolgens ook daadwerkelijk vastgelegd. Zodat wij zoveel eeuwen later nog steeds daar de vruchten van plukken. En daar ons in dat onderwijs wat zij ontvingen, gewoon dat wij daar ook in onderwezen worden. En bovendien, ja, dat is wel mooi gehoord, hè, want die schriften die zij hebben achtergelaten, die zijn, let op, dat woord is trouwens een Bijbels woord, geïnspireerd. En u hoort daar het woordje spirit in. En spirit is geest. Ingeblazen is dat. Dat. Als God blaast, dan komt er altijd leven. Hè? Dat moet je maar eens aan Adam vragen. Maar die wist dat. Dan kreeg hij de adem van God in zijn neusgaten. En hij, alzo werd hij een levende ziel. Maar goed, als God blaast, dan komt er leven. Dit is geïnspireerd. Nou, niet die vertaling bedoel ik. Maar wel het origineel. De schriften. Die zijn geïnspireerd. En daarin die schriften. En ik bedoel vooral ook het Nieuwe Testament, dat toen in de dagen van Johannes 14 nog uiteraard helemaal geschreven moest worden. Wel, daarin vinden we die waarheid. Daarin vinden we dat volle onderwijs. Alles wat nog onderwezen moet worden, dat is vastgelegd en geïnspireerd. En die geest hebben we in dat woord. Ik zeg, ja, dat is eigenlijk de rode draad door deze hele toespraak, wat ik u eigenlijk wil laten zien. Men denkt bij spirit altijd zo wazig en mensen gaan zweven als op de wind. Nou ja, wij ook zo. Maar spirit blijkt voor ons heel, dat is leven, zeker. Maar dat is vastheid. Het is namelijk geïnspireerd. Die schriften, dat is geest. Dat zei de Heer Jezus trouwens ook al, dat was eerder in Johannes 6 lees je. Mijn woorden zijn geest en leven. Dat die tweedeling die men maakt tussen geest en woord, absoluut onbijbels. In dat woord komt de geest, dat is leven. Dat is spirit, want geïnspireerd. Geïnspireerd, ja, laat ik het zo zeggen. Hij zal jullie alles onderwijzen en hij zal jullie alles in herinnering brengen wat ik jullie zei. Aha. Maar dat is ook, dat betekent dus dat die geest, die parakleet wordt gegeven, om jullie nog veel meer te vertellen, maar ook, hij gaat jullie geheugen opfrissen. Het betekent gewoon ook, jullie krijgen die hulp die noodzakelijk is, om vervolgens ook mijn biografie, tussen aanhalingstekens, op te tekenen.
Matthäus, Marcus, Lucas, dit evangelie zelf. Dat zijn allemaal, die zijn geïnspireerd. Ja, waarom? Nou, en alles is hen in herinnering geroepen. Dat is ook omdat ze die bijstand hebben gekregen van de paraclet. Dat alles wat noodzakelijk was, weer teruggeroepen kon worden. Zodat we die veelkleurige beschrijving van, hebben ook van Jezus' leven hier op aarde. Alles wat ik jullie heb gezegd. Zie je hoe alles te maken heeft met het openbaren van waarheid, het ophalen van de herinnering, onderwijs geven. Nu slaan we een hele passage over en dan komen we in hoofdstuk 15, vers 26. Het voorgaande was Johannes 14, vers 26, nu in Johannes 15, vers 26. Daartussen vind je nog de beschrijving van de ware wijnstok enzovoort. Oké. En dan zegt de Heer Jezus dit. Maar wanneer de paracleet, de erbij geroepene, zou komen, die ik tot jullie zal zenden. Ja, dat hebben we nou inmiddels al een paar keer gezien. Die ik tot jullie zal zenden. Van bij de Vader. Aha, de geest. Het is de geest van God. Hij komt van boven dus. En weer de geest van de waarheid. Dat is de tweede keer dat we hem tegenkomen. Of is het de derde keer al? Nou, luister vanaf. De geest van de waarheid. Die van bij de Vader uitgaat. Van boven dus komt. En wat gaat hij doen? Ja, onderwijzen. Waarheid openbaren. Dingen in herinnering geven en roepen. En hij zal getuigen van mij. Dat is ook heel kenmerkend. Feitelijk is dat je zou ook kunnen zeggen, het is een samenvatting van het hele Nieuwe Testament. Dat is één groot getuigenis van Jezus Christus. En dat is wat die geest zou gaan doen. Zie je dat die geest toen kwam over de discipelen en op een hele concrete wijze voor hen zo vervuld is. Maar hoe wij daar juist van het resultaat van dat werk nu de vruchten plukken. Al was het maar omdat wij hier bij elkaar zijn en wij overdenken deze dingen. En dan zegt hij, die geest die zal getuigen omtrent mij. Maar ook jullie getuigen, omdat jullie vanaf het begin ook al met mij zijn. Met andere woorden, die heilige geest die getuigt ook niet alleen aan jullie, maar ook via jullie. Ook jullie zullen getuigen. Die gaat jullie namelijk ook bekwamen om te getuigen. Ziet u hoe dat die twee één zijn? Goed, we gaan naar hoofdstuk 16 nu. Dat is de volgende keer dat we die vinden over de geest, over de paracleet. Maar, zegt de Heer Jezus, opnieuw vallen we zomaar weer midden in de gesprekken. Dat moet u me maar niet kwalijk nemen dat ik iedere keer dus die passages overslaan, dat kan niet anders. Het is dus echt een woordstudie wat we vanmorgen doen, de studie, maar in ieder geval we gaan na. Waar komt die paracleet zo voor? Nou, die verschillende vier passages die bespreken we, die bekijken we. Wat staat daar nu? Goed, de Heer Jezus zegt dan. Hij zegt, ik zeg jullie de waarheid. Het is nuttig voor jullie dat ik wegga. Dat is wat dubbelzinnig, want je zou kunnen zeggen van ja, dit was net de nacht of de avond voordat hij gekruisigd werd. Doelt hij nu op het feit dat hij gekruisigd zou worden of doelt hij op het feit, en dat laatste is het geval hoor, als je dat in de context, de samenhang bekijkt, of doelt hij op het feit dat hij inderdaad het aardse toneel zou verlaten bij een nog latere gelegenheid. En dat laatste is zo, want dat zie je, want indien ik niet zou weggaan, zal de erbij geroepene, de paracleet, niet naar jullie toe komen. Aha, dus wat we zien is, die paracleet, die komt pas, kan ook pas komen, als ik heen gegaan ben. Dus ik ga heen en dan komt de paracleet. Ga ik niet heen, dan komt die paracleet dus ook niet. En daarom is het nuttig. Want die paracleet gaat jullie namelijk hele belangrijke dingen doen. En het is trouwens ook heel belangrijk dat ik heen ga. Ja, dat is nou niet het onderwerp van vanmorgen zozeer. Het nut van dat heen gaan.
En ik bedoel, en waarom hij ook heen ging. En waarom hij nu daar is. Waarom hij aan Gods rechterhand is. Daar hebben we het nog niet zo lang geleden een paar keer over gehad. De voorzegging al. Van de psalmen al, dat er staat van dat God al aankondigde dat de Messias zou gaan zitten aan Gods rechterhand voor een bepaalde tijd. Oké, dat is het onderwerp niet, maar het gaat er wel even om. Wat de Heer Jezus zegt is, ik ga weg, dat is noodzakelijk, voor wil de paraclete, de erbijgeroepene, naar jullie toe komen. Maar als ik gegaan ben, dan zal ik hem naar jullie toe zetten. Aha, dus op het moment dat hij heen gegaan is, dan zal hij naar jullie toe komen. Zo staat het. Zodat de Godsgeest ook werkelijk de geest ook is van de verheerlijkte Christus. Als ik gegaan ben, dat wil zeggen naar boven. Dan zal hij komen en hij zal zo van die heerlijkheid ook getuigen. En wat hij gaat doen is dit. Die wereld kan die geest niet ontvangen. Nee, maar hij gaat wel iets met... Hij gaat doen. Iets doen met die wereld. Of aan die wereld. Nou, lees Johannes 16 vers 8. En komende, dus terwijl die geest komt, wat gaat hij doen? Zal hij de wereld nou overtuigen? Eigenlijk staat er een woord ontmaskeren. Het is een demaske. Wat doet hij... Ja, het is de geest van de waarheid. Hij gaat de wereld ook confronteren met de waarheid. Dat is trouwens ook wat een ontmaskering is, toch? Het masker gaat weg, het vernis gaat weg en dat wat eronder ligt, de waarheid, dat komt aan het licht. Ontdekkend dus, met recht. En de wereld wordt ontmaskerd. Dat geeft ook aan dat de wereld in leugen is en die leugen zal aan het licht gebracht worden. Betekent trouwens ook dat de wereld daar niets tegen in kan brengen. Ook dit is trouwens een aankondiging. Een belofte en een voorzegging. Dat gaat gebeuren. De geest kwam zo krachtig. En ik zou zeggen, lees het boek Handelingen, want daar vinden we het gewoon allemaal historisch beschreven. De geest is gekomen en moeten we eens lezen dan. Hoe demonstratief, zodat de wereld het ook niet kon ontkennen. En ook, ze konden de apostelen niet monddood maken. Ze konden hun woord ook niet weerleggen. Je vindt dat zo vaak. Het werd gehaat. Ik bedoel, er ontstonden enorme vervolgingen. Het woord was gehaat. Maar één ding was onmiskenbaar. En dat is dat het de waarheid was die aan het licht gebracht werd. En de enige manier is, als je de waarheid niet wil horen, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je degene die het spreken, moet je gewoon mond dood maken. En dat is de meest effectieve, ook de meest harde manier is om de spreker gewoon helemaal dood te maken. Want dan kan hij niks meer zeggen in ieder geval. Je kunt ook gewoon wat vriendelijker doen. Tegenwoordig doen we dat vriendelijker. Hè? Dan maak je iemand gewoon mond dood. En bijvoorbeeld door het te negeren. Dat kan ook. Maar dat was toen de geest in het boek van de Handelingen. Ook met al die wondertekenen die plaatsvonden. Echte wondertekenen. Dat waren geen grappige trucjes of zo. Dat waren geen goocheltrucs. En ook niet van die discutabele wonderen waar vandaag in de dag mee gecoketeerd wordt in de christelijke wereld. Sorry dat ik daar niet even vriendelijk over kan zijn. Want als het dan weer nagetrokken wordt, blijkt het niet te kloppen. En dan is het allemaal dikke duimwerk. Omdat men allemaal denkt dat de handelingentijd moet gekopieerd worden naar onze tijd. En als het dan niet lukt, ja, dan gaan we het veel toeters en bellen enzovoort. Maar het is fake. Toen niet. In het boek De Handelingen was het absoluut gewoon duidelijk. De wondertekenen die plaatsvonden. De wereld werd ontmaskerd. Ja, daar staat erbij omtrent drie dingen. Ontmaskerd omtrent zonde, omtrent rechtvaardigheid en omtrent oordeel. Omtrent zonde, hoezo? Omdat ze in mij niet geloven. En wat ook de geest zou gaan doen en aantonen, en dat zie je dus in de prediking naar voren komen, dat zij niet in mij geloven. En dat is zonde, want daarmee misken je en doe je de waarheid ten onder. Overigens, ik zeg het even iets bij, zonder het nu nader toe te lichten, maar ik wil het graag gezegd hebben. Er staat hier
de weer, en komende zal hij de wereld ontmaskeren omtrent zonde. Dus de zonde van de wereld. En wat is de zonde van de wereld? Dat zij niet in mij geloven. Nou, dan moet je eens eventjes terugbladeren naar Johannes 1. En daar vind je Johannes de Doper, dat is weer een andere Johannes, die bij de Jordaan zat. En dan ziet hij zijn neef aankomen. En dan zegt hij, zie het Lam Gods! En dan zegt hij erbij, dat de zonde, enkelvoud, der wereld wegneemt. En nou heb ik een vraag voor u. Wat is de zonde van de wereld? En dan kun je gaan zeggen, kun je gaan fantaseren. Weet u wat veel beter is? De schrift zichzelf laten uitleggen. De zonde der wereld staat hier gewoon zwart op wit. In hetzelfde Johannesevangelie. Je hoeft niet eens naar een andere schrift of een andere schrijver te gaan. Gewoon in hetzelfde Johannesevangelie. Ik word al antwoord gegeven. De zonde der wereld is ongeloof. Met andere woorden, wat gaat het Lam Gods nou doen? Die gaat de zonde der wereld wegnemen. En wat is dat, de zonde der wereld? Dat is ongeloof. Wat doet dus het Lam Gods? Hij gaat het ongeloof wegnemen. En wat doet hij? Wat gebeurt er als ongeloof weggenomen wordt? Wat komt daarvoor in de plaats dan? Geloof. Met andere woorden, hij is het die gewoon ook de wereld zal doen geloven. Zover is het nu niet, maar het is wel een aankondiging. De Lam Gods gaat de zonde, namelijk ongeloof, wegnemen. En ze zeggen, ja, maar ze moeten wel geloven. Nou, dat ongeloof neemt hij juist weg. Dat is het Lam Gods. Dat is niet iets wat de mens moet doen. Ook niet de prediker moet doen. Of het wordt ook niet gevraagd. Het Lam Gods neemt het ongeloof weg. Voilà. Dat is het evangelie. En dat is waar ik... Ja, daar geneer je ook niet om. Want al zeggen mensen van, ja, maar geloof ik niet. Dat maakt niet uit. Want wij wijzen op het Lam Gods. Die neemt het ongeloof weg. En dat doet hij op zijn tijd, op zijn wijze, maar hij doet het. Ja, dat is nou de ruimte waar wij in staan. Hè? Als je de waarheid kent, dat is geweldig. Goed. Hier is het nog zo, die wereld wordt ontmaskerd onder het zonde. Ook omtrent de rechtvaardigheid, omdat ik naar de Vader toe ga en jullie mij niet langer aanschouwen. Ook dat is een rechtvaardigheid. Hoezo rechtvaardig? Wel, het was tevoren namelijk beloofd en ook voorzegd. U weet het, hè? Belofte maakt schuld. Als ik een belofte doe en ik doe recht aan die belofte, ja, dan vervul ik dat. Dus het is het feit dat hij naar de Vader toe is gegaan en dat zij hem nu niet langer meer zouden aanschouwen, ja, dat was rechtvaardig, want het was namelijk tevoren beloofd, aangezegd. En dus, hij God vervult dat wat hij belooft. En dat is daarom rechtvaardig. En ook om... Deze is... Oh, ja, wacht even. Die kan ik nu niet echt goed uitleggen, maar hij is wel spectaculair, hoor. Omtrent oordeel, omdat staat er de overste van deze wereld geoordeeld is. En ik weet dat iedereen nu denkt, oh, dat gaat over de Satan. Echt niet waar. Maar ja, ik geef toe, dat is de zwakte van deze ochtend. Ik zeg dat het niet waar is, maar ik ben niet de bonnetjes over. Maar ik kan u wel vertellen, als u daar geïnteresseerd in bent en u zegt van, heb je dat elders eens uitgelegd? Nou, in Bogengraven. En u kunt het allemaal terugvinden op de website, maar ik wil er nu even bij zeggen, de overste van de wereld, dat is geen geheim, dat is degene die het de vorst is van de kosmos. Het gaat niet over de God van deze aion, degene die het alleen maar in deze aion voor het zeggen heeft. Nee, het gaat over degene, de erfgenaam, de Ben-Adam. En je vindt de uitdrukking, de vorst, of de overste van deze wereld, vind je 3 keer ook in het Johannesevangelie. Alleen maar in het Johannesevangelie. En dan zul je zien dat die overste van de wereld de Heer Jezus Christus zelf is. En wat heeft de wereld met haar overste gedaan? De erfgenaam. Die hebben ze geoordeeld. Veroordeeld. Buitengeworpen staat er dan in hoofdstuk 12 vers 31. Ja, en wel, ook dat zou ontmaskerd worden. De wereld heeft haar overste geoordeeld. En daarin zou de wereld ook ontmaskerd worden. Dat is wat de Heer Jezus hier
kortweg ook aangeeft. Nou ja, ik zou hier nog vele dingen over willen zeggen, maar goed. Dat zei de heer ook. Nog vele dingen heb ik jullie te zeggen, maar jullie kunnen dat op dit moment niet dragen. Moet je je voorstellen, dit is, ik wijs er nog een keer op, welke gelegenheid. Een paar uur later zou de heer Jezus worden gevangen genomen en zou dat hele proces plaatsvinden en nog weer een paar uur later zou hij worden gekruisigd. Hoe een dramatisch moment dit is geweest. En de heer Jezus spreekt over deze dingen. De emoties liepen hoog ook op gedurende die avond. Ook bij de heer Jezus zelf. Ik bedoel, het zou nog maar pakweg een uur later, zou de heer Jezus zelf in Gethsemane als bloed zweten. Zo staat het er toch. Met andere woorden, het beangstigde hem zeer. Maar tegelijkertijd, dat staan op dat woord. Niet mijn wil, maar de uwe. Enfin, jullie eerst zeggen nog vele dingen, heb ik jullie te zeggen, maar jullie kunnen het op dit moment niet dragen. Maar, don't worry. Maar, wanneer hij komt, de geest van de waarheid, heb je weer, de geest van de waarheid. Hij zal jullie de weg wijzen in alle waarheid. Met andere woorden, ik heb jullie veel verteld, dat mag waar zijn, maar de hele waarheid, nee, nog lang niet, dat moet er allemaal verteld worden en dat gaat ook gedaan worden, namelijk door die andere paraclet. En die komt pas tot jullie als ik heen gegaan ben. Ook hier trouwens weer dat accent op de openbaring van de waarheid. Ze wisten nog zoveel niet en dat moest allemaal bekendgemaakt worden en dat was de reden waarom die paraclet wordt beloofd en zou komen. Want hij, die paraclet, die geest van de waarheid, zal niet spreken vanaf zichzelf. Vanuit zichzelf. Ook niet, het gaat er niet zozeer om dat hij niet over zichzelf vertelt. Maar dat wat hij vertelt, dat komt niet van hemzelf, nee. Maar zoveel hij hoort, zal hij spreken. Hoort van wie? Nou, ja, ik kan het nu eigenlijk nog even niet zo laten zien, maar in het volgende vers zul je dat echt bevestigd vinden. Hij hoort dat, namelijk, hij hoort dat van mij. Als ik, laat ik het daar ook zo zeggen. Ik ga heen. En die geest wordt geïnstrueerd. Hij zal dingen horen van mij en dat gaat hij jullie vertellen. Wat hij dus gaat vertellen, dat is, dat hoort hij van mij en dat zal hij spreken. Hij hoort het. Oké, laten we het even beperken daartoe. En straks zal ik ook laten zien dat hij van de Heer Jezus zelf, de verhoogde, gehoord heeft. Dat zal hij spreken en staat er nog bij. En ook de komende dingen, de toekomst dus, zal hij jullie verkondigen. Nou, dat kan je trouwens ook alleen maar als je de geest van de waarheid en de geest van God. En, nou ja, ik denk bijvoorbeeld aan een boek als De Openbaring. Dat is zo'n boek waarin de toekomst wordt aangekondigd. Nou, dat is allemaal geïnspireerd. Dat wil zeggen, de geest heeft hen dat ingegeven. En dat ze over de toekomst konden spreken, ja, dat was omdat die geest is gekomen. Die paracleet. Hij zal mij verheerlijken. Dat wil zeggen, mijn heerlijkheid in het licht stellen. Dat kan alleen maar als die inmiddels verheerlijkt is natuurlijk. Toch? Hij zal verhoogd worden. Hij zal opstaan uit de doden. Hij zal met recht verhoogd worden. En daar in heerlijkheid zijn. En die heerlijkheid, die hem is gegeven en die ook geopenbaard zal worden uiteindelijk over deze hele wereld. Hij zal mij verheerlijken. En nou komt het, waar ik zojuist al in het voorgaande vers al even wees, omdat hij vanuit het mijne zal nemen. Dat wil zeggen, wat hij van mij zal horen.
Hij neemt het uit het mijne. Dus niet van hemzelf. Nee, alles wat ik vertel en openbaar, dat zal hij ook gaan vertellen. Dit wordt trouwens tegen de leerlingen gezegd. Er komt er later nog een dertiende bij. Dat is nog weer een verhaal apart. Paulus. Ja. Maar ook die heeft dat allemaal gehoord van de Heer Jezus Christus zelf. En hij zal dat aan jullie verkondigen. Nou, laten we. Dit zijn alle schriftplaatsen die we hebben nu gezien, die we nu hebben gezien in het Johannes-evangelie, waarin de Heer Jezus in de nacht of in de avond voordat hij werd gekruisigd al beloofd dat de geest van de waarheid zou komen, de parakleet, die erbij zou geroepen zou worden. Nou, laten we het even nog even kort op een rijtje zetten. De parakleet, de erbij geroepen, die was beloofd. Waarom? Om de discipelen, de leerlingen, en dan unaniem, hè, want het was een belofte. En zo is het ook gegaan. Het gaat niet over de christenheid of zo, helemaal niet. Het gaat over degenen die daar in die zaal waren. De discipelen, allemaal, Judas was trouwens inmiddels al weggegaan, zouden in heel de waarheid worden geleid. Die paraclet die zou hen in de heel de waarheid leiden. Hij zou hen onderwijzen. Hij zou verkondigen, in herinnering brengen, getuigen. Hij zou ontmaskeren, de toekomst verkondigen. Het zijn concrete werkwoorden die allemaal gebezigd worden als het gaat om de komst van die paraclet. Wat gaat hij doen? Nou, al deze dingen. Dat gaat hij doen. En dat heeft hij ook daadwerkelijk gedaan. Voor al deze dingen kun je zo concreet gewoon aanwijzen. We hebben het gewoon zwart op wit. In de schriften. En dat is wat wij er ook aan hebben. Want je zou het natuurlijk kunnen zeggen van, ja, nou goed, die 12 of de 11 eventueel, maar dat werd aangevuld. Die hebben dat ook allemaal zo meegemaakt. En de Heer Jezus heeft zijn woorden waar gemaakt. Maar wat hebben wij daar nu in 2019 aan? Nou, dat is niet zo moeilijk. Ze hebben dat opgetekend. Dat was juist uiteindelijk ook aan het einde van hun leven, ook waar ze zich enorm voor hebben ingespannen om die schriften ook bij elkaar te brengen, te verzamelen. En om dit geïnspireerde die bibliotheek, want de Bijbel is een bibliotheek, om die vervolgens de generaties door te geven. En dat is wat we hebben. Dat woord, dat is geest. En dan hebben we echt stevige, wat zeg ik, rotsvaste bodem onder de voeten. En dat vind ik erg belangrijk. Want er is een heleboel, er is momenteel en de komende jaren, vlak voordat de Heer Jezus terugkeert, aan het begin van het derde millennium, voordat hij terugkeert, zal de dwaling nog enorm toenemen. Ontzettend veel geest. Ik bedoel, wind van leer. Dat zegt je. Paulus al, er waaien heel veel winden. En je hebt mensen die met alle winden meewaaien. Ja, want het is zo geestelijk. Het is echt geest, joh. Het komt in beweging. Let op. Emotie. Emotie, daar zit het woordje motie in. Motion. Dat is beweging. En een heleboel mensen zien emotie aan voor geest. In zekere zin is dat ook zo, want geest brengt in. Waar. Maar het verschil is groot. Het Heilige Geest stelt je in de waarheid. Het is de geest van de waarheid die aangetoond kan worden. Dat zwart op wit is. Dat vast staat. En in deze tijd waarin er zoveel aan de hand is, waarin zoveel winden waaien, waarin ook zoveel emotie is en waardoor mensen zeggen, ja, maar dat moet voor God zijn. Laat je niet op de tuin leiden. U weet wie dat deed, hè? Ja, dat was weer een ander beestje. Die gespleten tong. Misleiding is het meest karakteristieke van de laatste fase van deze tijd. Misleiding, alom. En dat je zou zweren dat het waar is. Het is niet waar. En daarom is het zo belangrijk, juist in deze tijd ook, te weten, het is de geest van de waarheid. En die vinden we in
de schrift en dat woord, dat is geest. En de paraclete, die is erbij geroepen. Ja. Waarom? Om als hulp en als pleitbezorger die taak te vervullen. En dat is precies wat wij hebben. En er is niets geestelijker dan je te verblijden en te luisteren naar dat woord. Naar die waarheid, daarin vastgesteld te worden. En dat is de werkelijke spirit. En dat inspireert ook. Ik heb niks meer te vertellen. Ik wil in ieder geval nu er een punt achter zetten. Ik stel voor dat we nog een lied gaan zingen. Ja, dat is dit lied. Laat me in naar gezang. U hebt wel eens voor mij ontdekt, of in deze liederen ontdekt, dat de tekst soms wat aangepast wordt. Maar het gaat om dit lied. Laat me nu blijven groeien, bloeien. Over de wijnstok. Garant voor staat dat alle dingen tot een goed einde gebracht gaan worden. En dat zonder mitsen en maren, dat u ook degene bent die het ongeloof wat er is weg gaat nemen. Dat het Lam van God daar ook garant voor staat. Heer, we danken u dat we werkelijk een blijde tijding, een goed bericht mogen kennen en dat we daarvoor op mogen staan. We danken u voor de geweldige waarheid van de schriften. Dat de geest van de waarheid is gekomen, maar dat die waarheid ook letterlijk zwart op wit is komen te staan. En dat die geïnspireerde, die levende, krachtige woorden van u zijn. En dat die ons ook daadwerkelijk vervullen. Heer, we danken u dat we daaruit mogen leven. En dat is ook werkelijk leven. Het getuigt ook van leven. Getuigd van hem die de dood heeft overwonnen. Van het lege graf, van de weggewentelde steen. En dat onvergankelijke leven dat aan het licht is gekomen. En dat in iedereen in zijn eigen rangorde het deel gaat worden voor heel de mensen. Alle die in Adam sterven, die zullen dat leven gaan ontvangen. Wat een rijkdom, wat een perspectief. En we danken u dat wij ons vandaag eerstelingen mogen weten. Dat is ook wat Pinkster feitelijk is. Het feest van de eerstelingen. De oogst gaat nog komen, maar de eerstelingen die worden er vandaag verzameld. En bedanken u, Vader, dat we ons dat mogen weten. Dat we
we niet beter zijn, maar dat we eerstelingen mogen zijn. Terwijl in de wetenschap dat het geheel nog zal volgen. Absoluut vaststaand. We danken u, Vader, dat we zo ook met op die waarheid mogen gegrond mogen worden en vastgesteld. En ons niet laten meeslepen door alle wind van leer en door emotie, maar dat we daarin vastgesteld en zo ook een opgewekt leven mogen leven. We danken u voor dat we voor uw rekening zijn, dat u geeft wat we nodig hebben. En dat we ook vanmorgen hier zo in alle rust bij elkaar mochten zijn. De schriften mochten openen. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. We zingen straks nog een lied. Nou, die naam zou jou toch nog moeten zeggen. Hier staat. Ja. Jezus leeft, dat zegt het woord. Voordat we dat gaan zingen, gaat het collectezakje ter bestrijding van de onkosten nog eventjes rond. Als u daarin wilt bijdragen. Niets is verplicht, maar dan bent u daar toe in de gelegenheid. En Jeff, die gaat ons daarin helpen. Drie weken, dat komt omdat deze maand 5 zondagen telt.
Dat is de zondag 30 juni, juni dus. En ik heb de titel zal misschien nog iets veranderen, maar het onderwerp staat wat mij betreft het denk ik wel vast. De reconstructie van de opstandingsdag. En ik kan niet verklappen, ik zit nu al te popen omdat het, want er zijn zoveel van die onduidelijkheden. Hoe is dat nou gegaan op die opstandingsdag? En dat het verhaal gaat dat de verslagen in de evangelie tegenstrijdig zouden zijn. Ik weet niet of je daar ooit mee geconfronteerd bent. Nou, dat wordt als sneeuw voor de zon verdwijnen. Het is geweldig. Het is heel mooi. Dus bij deze is deze aangekondigd. Aankomende donderdag hebben we de laatste Bijbelstudie van het seizoen in Katwijk. Ik ga nog steeds door. Ja. Bij Van Boven. Nou, dat is toch op zich een aanbeveling aan zich, hè? Ja, er zijn nog meer Bijbelstudies. En over, ja, laat ik die ook meteen al zeggen. De laatste Bijbelstudie in Bodegraven van dit seizoen. Dat is dan de donderdag daarop volgend, 20 juni. De 50ste. Ja, dat is de 50ste in de serie over het Johannes-evangelie. Ja. Zeg ik goed? Nou. Dat weet ik ook. Nee, ik heb veel meer dan studie 5. Nee, het is de 50ste studie over het Johannes-evangelie. En we zijn nog maar in Johannes 15. Ja. Dus we gaan nog even door. Ja, dat heb je. Is zo gelopen te melden. Maar goed, dat is dus donderdag 20 juni. Nou ja, en je ziet dat er nog wat meer samenkomsten zijn waar mijn persoontje in mag spreken. Dus voor wat het waard is. En ik zou zeggen, beste mensen, geniet van deze Pinksterdagen. Met volle deugen. Nou, van mooi weer zal ik maar niet zeggen, want dat zal wel. Dat valt wel mee of tegen, net hoe ik het zeggen wil. Maar in ieder geval, wij zien elkaar. TZT, God zegen allemaal en tot ziens. Nogmaals.